Wat ik wens voor 2019 is dat het vertrouwen in ons als zorgprofessionals weer hersteld wordt. En dat we dan met meer plezier ons werk kunnen doen en dat er misschien nog wel veel meer mensen in de zorg komen werken. Mijn wens voor jullie het komende jaar is dat je net als ik na een dag werken zoals nu, een lach en een glimlach op je gezicht en een voldaan gevoel naar huis mag gaan. Ik wens in 2019 optimale zorg in een mooie omgeving waarin iedereen zich wel voelt. Mijn wens voor 2019 is dat zorgprofessionals en mantelzorgers de waardering krijgen die ze verdienen. We wensen iedereen heel veel geluk en verbondenheid in 2019. En voor de tukkers, veel geluk in Tuk! Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019. Mijn wens voor 2019 is dat alle zorgmedewerkers op hun eigen manier voldoening uit het werk kunnen halen en hier echt van gaan genieten. Laten we daarvoor gaan. Succes! En ik wens je toe dat je elke dag één moment kunt vinden waarop je even stil kunt zitten met jezelf, in de rust. En naast de kerstboom wil ik graag jullie een heel fijne kerst toewensen en heel veel warme mensen om je heen. Want zorgen doe je samen, met elkaar en voor elkaar.